Sparta of Fantasia. En ik volg Heracles Almelo sinds een jaar of drie. El Capitano. Ja, we zijn aanwezig. Allemaal welkom hier in het mooie stadion van Heracles Almelo. Mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Bedankt voor het liken, delen, abonneren van de vorige vlogs. Ik zit nu in het Pullman Stadion, waar straks de wedstrijd Heracles tegen Vitesse wordt gespeeld. Nou ja, we kijken allemaal voetbal op tv of langs de lijn. Maar wie schrijft nu al die stukjes op VI, op Voetbalpremier, op Voetbalzone? Nou, die houden we natuurlijk ook in de gaten. En wij gaan vandaag eens even checken achter de schermen bij een voetbalwedstrijd. Ja, wie dat nou eigenlijk allemaal doet. En ik zit hier nu naast... Varda of Fantasia. En ik volg Heracles Almelo sinds een jaar of drie, geloof ik. En ik volg alle wedstrijden. Ik ga altijd uit en thuis. We zitten hier nu in de perskamer, waar wij voor een wedstrijd altijd samenkomen. Drinken we koffie, eten we een broodje, praten we bij met collega's, kijken we naar de opstelling. En dan dadelijk gaan we naar de tribune. Ja, we zitten nu eigenlijk in de persruimte. Check even. Dus als er nog iemand vragen heeft... Kun je ze nu stellen. Dan kun je ze nu stellen. Of laat even een reactie achter. We beantwoorden die ook nog even. Ik zeg tot zo. Zo. En inmiddels zijn we aangekomen in een van de skyboxen. En kijk met wie ik sta. Hallo, goeiedag. Goeiedag, voormalig aanvoerder, hè? Ook nog, ja. Ook nog. Ja. Vladiris, wat een goede goal zeg. En daarmee maken ze een fout goed. Ja. Hey, maar Michael, je gaat zo'n wedstrijd kijken. We gaan een wedstrijd kijken inderdaad. En allemaal welkom hier in het mooie stadion van Heracles Almelo. En we hopen dat het een mooie wedstrijd wordt. Dat hoop ik ook. Tegen Sportclub Enschede, wat ga je daar tegen doen? Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet heel vaak meedoe. Zoals vandaag wordt er ook voetbal door DSVD. Maar ja, daar ben ik hier natuurlijk. Volgende week spelen we uit tegen PSV. Op zondag ben ik er ook niet bij. Dus het is maar de vraag of ik erbij ben. Ja. Ik hoop voor onze spelers van niet. Blokken ervaring met die jonge knapen. Ja. En vrije trappen moet je oppassen hoor, met mij. En Fladiris dus. Mark-Jan Fladiris. Mark-Jan Fladiris en 2-1 voor Rode JC. Om de pellen. We hebben een goede keeper, man. Oké. Dat is een goede keeper. Ja. Hey, fijne wedstrijd. Ja, goede wedstrijd. We zijn nu op de perstribune, dat is helemaal boven in het stadion. We hebben 1000 trappen gehad, ongeveer enorme verzuring in onze benen. Vanaf hier gaan wij de wedstrijd dadelijk kijken. Hier staan ook alle camera's en alle aansluitingen, internetaansluitingen. Dus laten we naar onze plek gaan. En als de VIP of zo wordt gedaan, doen die mensen hier ook mee dan? Nee. Oké, okay. Ik zeg check even, dat is wel leuk. Nog een kleine 10 minuten voordat de wedstrijd begint. De spelers die zijn aan het warm lopen, bijna klaar. Jongens, de wedstrijd is inmiddels begonnen, maar we hebben de man of the match eigenlijk al gevonden. Er staat echt een heel stoere ballenjongetje daar met een enorm lang haar. Hij staat heel cool tegen de reling. Heb je hem gezien of niet? Nee, we gaan even inzoomen. Rasta boy. We staan nog steeds 0-0. Wat nou, ik ben even benieuwd. Hè? Wat nou als je een kopstuk moet schrijven voor de voorpagina nu van de eerste helft? Wat was dat dan geweest? Nou, dat ze eindelijk een keer een redelijk goede eerste helft hebben gespeeld. Want dat is al 4 wedstrijden geleden. Ik let intussen even op, hè? Daarom kijk ik nu even niet de lens. En eigenlijk zetten ze ook wel voor in de tweede helft, maar dat was niet jouw vraag. Ik moest over de eerste helft. Darry die een paar goede aanvallen heeft, maar weer geen rendement. Dat is toch jammer? Blijft jammer. Vind je niet? Dat is waar, maar het was wel een mooie actie. Ja, het was wel een mooie actie. Maar die actie moet gewoon in de kruising dan. Maar dat was kritisch, jongens. Rendement, zie je dat? Voetbal gaat om rendement, hè. Dus die mooie acties, alles leuk en aardig. Ik vind het ook mooi om naar te kijken. Ook wel mooie acties, maar daarna dan wel gewoon in netjes. In de kruising. Ja. In de P. Maar dus, voorpagina, eerste helft. Beter dan de andere, maar het altijd nog beter. Tot straks, Joe. Check al die cameramensen hier ook. Ik ga even een rondje maken. Interessant. Dit is iets interessants.
interessant. Volgens mij zijn ze hier gewoon alle statistieken aan het nakijken van de wedstrijd ofzo. Ik wil ze niet lastigvallen eigenlijk. Maar dat is wel leuk. Ik probeer te kijken van welke zenders of wat dan ook ze zijn, maar ik kan dat niet zo goed zien allemaal. Ze hebben allemaal wel een hands-free ding in. Ze zijn allemaal aan het hands-free bellen. Ze hoeven niet bang te zijn dat ze hier een boete krijgen. Al met hands-free. Iedereen is gefocust hier, man. Iedereen is gefocust. Maar nou, al die mensen zijn hier hands-free aan het bellen daar. Hè. Allemaal een koptelefoon en zo. Ze hoeven niet bang te zijn dat ze een boete krijgen. Je bent even een rondje gemaakt langs de commentatoren, begrijp ik? Ja, heb ik even gedaan, ja. Ik moet eventjes de karakteristiek een beetje bij gaan houden, want ik moet straks cijfers gaan uitdelen aan de spelers. Dus door mij komen ze daar niet echt aan toe. Nee, ik kom er niet echt aan toe, dus ik ga even opletten. Laat even met rust, ja. Jongens, Sparta gooit me nou net een pen aan. Ik ga cijfers geven. Vroeger op school kreeg ik bijna alleen maar enen. Toen zei de juffrouw tegen mij, oer, alle eentjes zwemmen in het water. Even wie je wil spreken en ja, dat zit ook met Vers, hè? Ja, dat is Vers medewerker. Vers medewerker. Hij fixt dan dat die spelers straks hier komen. Ja. En als ze geen zin hebben, ze moeten gewoon. Dan draai je weg van de kamer. Dan draai je ze weg van de kamer. Hè. Hij gaat gewoon. Ja, dat is de hele dag. Dan gaat gelijk meer luisteren. Als jij zo lang nog. De mensen toch nog wel tevreden zijn achteraf. 1-1 maakt dan. Yeah, we didn't win the game, so it's difficult to fully enjoy the goal. I understand, but Thomas is saying now, we're happy with the point. Yeah. And before the game, I suppose you will be happy with the point as well. Yeah, well. We came in to the game with the mentality, obviously, to win. It's a home ground, so yeah, we were hoping for a win. But I understand Thomas' point of view because I think we had a lot of chances to get the 3 points. But that's football. You need to be clinical. You need to take care of your chances, and we didn't, unfortunately. So yeah, we gave them the opportunity to come back in the game. Ik weet eigenlijk niet bij wie ik moet luisteren. Overal wat geïnterviewd, gepraat. Al die spelers hebben wel lachen. Dat is wel leuk. Volgende week weer. Ja, wel man, en ik sta als Joey. Ik ben er jongens. El Capitano. Ja, we zijn aanwezig. Joey, jammer man. Je hebt lekker gespeeld man. Ja, zonde. Dankjewel. We gaan binnenkort een vlogje maken. Hè? We gaan binnenkort die vlog maken. Met wie? Dat is wel de bedoeling. Ja, Robin Pruppen heb ik ook uitgekozen. Dus ja, laten we maar haast gaan maken. Weet je wel wat we gaan doen? Ik laat me verrassen. Ga je nog niks stellen? Dat is wel rustig. Jongens, Fardo gaat een boek schrijven morgen. Lijkt wel op, hè? Even een boek. Sommige dingen gaan heel erg veel over de wedstrijd.
echt heel erg, weet je, het staat ook op internet, dus je praat met elkaar en uiteindelijk wil je dan weer naar je eigen verhaal toe gaan. Dus dat kost soms een beetje tijd. Maar hij is ontzettend goed. Het zijn allemaal goede jongens. Hij neemt toch echt de tijd. Weet je. Hij vertelt ook gewoon heel eerlijk wat hoe hij gevoeld heeft de afgelopen periode. Hoe hij het ervaren heeft dat hij op de bank zat. Dus ja, nu is het natuurlijk een mooi moment, want hij scoort. En, hè, dat voelt toch een beetje als een mooie comeback. Ja, ik weet zeker iedereen in de kleedkamer hartstikke baalt. Omdat je de 3 punten in de handen en dat geef je uiteindelijk nog weg. Maar ja, zeker voorhand denk ik 1-1, nou, dat is een goede resultaat. En achteraf, je kijkt ook naar de loop van de wedstrijd. We hebben goed gespeeld, we hebben eigenlijk heel weinig weggegeven. We gaan naar de persconferentie. Ja, daar ga ik mee. Ook. Daar ga ik mee. Vardo is ook van links naar rechts, snel. Moeten we wel gewoon bijhouden hier, hoor. Het is niet gewoon lekker relaxen in het dugout zitten als trainer chillen. Dus gewoon van boven naar beneden, Kantine, ja? Ja, dat is goed doen. Mag dat? Kantine. Okay, ik loop achter jou aan. Hier, Marijn de Kleur. Kijk eens aan, is hij hoor. Is hij hoor. Terug op oude nest. Kijk naar die vlog van mijn oor. Ik ga naar de vlog kijken. Kijk gewoon, boys. Blauw duimpje hieronder. Reageer. Hey, chill man. Lekker boys. Rustig hè. We zijn terug waar we zijn begonnen. Dan moet je stil zijn, de trainers komen eraan. Oh, je mag hier niet praten. Je mag hier niet praten. Nee, je mag wel praten, maar als wij zo gaan praten, moeten wij stil zijn. Heb je al een leuke vraag bedacht voor de trainers? Nee, ik ga niks vragen. Oh, je gaat niks vragen, alleen luisteren. Ik ga alleen luisteren en dan ga ik mijn verhaal tikken. Dus ik zeg, wij luisteren mee man. Dames en heren, welkom bij de persconferentie naar aanleiding van Heracles tegen Vitesse. Ik vraag als eerste het woord aan de trainer van onze gasten en dat is Henk Vrezer. Ja, goedemiddag. De wedstrijd. Op een paar minuten na in het begin had ik een goed gevoel. We begonnen normaal aan een wedstrijd. Maar dat duurde misschien maar 10 minuutjes of weet ik veel wat. Maar ik heb in Heracles gezien wat ik graag wil zien. Ik vond dat we initiatief toonden op het moment als we de bal hadden. We waren continu in beweging, we konden mensen tussen de linies vinden. Uiteindelijk zijn we best wel goed mee omgegaan, kansen gecreëerd. Grote kansen ook, een aantal mogelijkheden. Niet gescoord, en dat weet je, tegen dit soort ploegen moet je dat doen. Ze blijven gewoon in de wedstrijd, ze hebben gewoon, daarin vind ik gewoon heel veel kwaliteit. Je moet hier volgens mij gewoon goed in zijn, snel schrijven en snel typen of niet? Dat is heel belangrijk, hè? Ja, of je moet het allemaal heel goed onthouden, maar ik schrijf het liever op. Ja. Ik heb nu snel die citaten opgetikt en die worden dan verwerkt voor internet. En we hebben het interview voor de krant gehouden. Nou, we hebben mooie filmpjes kunnen maken in de mix. Nu moet ik mijn verhaal gaan maken, dus ik ben nu de komende 1,5 uur zit ik hier, probeer ik in mijn zone te gaan zitten. Dus je blijft hier nog voor 1,5 uur zitten als je het af hebt? Ja. Nee, je niet. Ja. Maar waarom heeft niemand de trainer zijn vraag gesteld dan? Zitten allemaal ja, maar tegenwoordig, allemaal journalisten hier? Ja, maar tegenwoordig komt dat. Iedereen zit hierbij. Iedereen luistert mee op boven. Ja. Als je een trainer wil spreken, dan wil je hem even apart spreken. Dus normaal gesproken ga ik dan nu even met Stegeman praten. Maar ik heb hem op dit moment, ja, gaat het niet echt om, heb ik niet echt wat te vragen aan hem. Dus ik ga nu gewoon voor mijn verhaal Christopher Peterson en Stegeman hebben op de site staan. Met wat hij verteld heeft in de persconferentie. Maar normaal gesproken doe ik, kijk maar daar ook, Vrezer. Ja. Ik praat nu met de Gelderlander. Dus ja, we hebben wel degelijk vragen, maar we houden het toch een beetje liever voor onszelf. Iedereen wil een primeurtje hebben, hè? Nou, we willen gewoon een beetje exclusief, niet wat iedereen heeft. Nee, dat snap ik. Ja, dat is allemaal spelletjes wat hier gespeeld door die journalisten. Maar. Ja, ik kan niet zo heel hard praten, dus het kan een beetje droog overkomen, mijn afsluiting van de vlog. Ik wil eigenlijk veel enthousiaster zijn. Ja, ik wil veel enthousiaster zijn inderdaad. Maar in ieder geval, we zijn aan het einde gekomen van achter de schermen meelopen met een journalist. Ik vond het een toffe dag, vooral net in de mixzone met al die spelers en het geïnterview. Tof om te zien. Vardo. Ja, oer. Ja, gaan we nog een keer doen, hè? Ja, gaan we nog een keer doen. Ik vind het een goed idee. En dan de volgende keer tegen Ajax of zo. Ja, is goed. Ja. Dan beloof ik met jou mee dan. Ja, is goed. Ga je een keer met mij mee. Ik zeg, vond je dan een leuke video? Laat een leuke reactie achter. Bedankt voor het kijken, liken, abonneren. En dat zeggen we dan. Ciao. Ciao.